Mijn naam is Peter Pauwels, ik ben evenementencoördinator hier. Ik doe dat op vrijwillige basis voor Slot Schaarsberg. We staan hier op de oude muur van het kasteel zelf. Het kasteel kende een voorburg, een voorhoeve, zeg maar in algemene termen de economiegebouwen. Maar hier bevinden we ons op het kasteel zelf. Er is al heel veel gebeurd. Het was eigenlijk niet meer dan een hoop overwoekerde stenen toen hier begonnen werd in 2013. Als je ziet wat er nu van is gekomen. Het plan is om te starten met de middelste toren van de oude hoeve. Ja. Maar er vinden ook allerlei onderhoud plaats, natuurlijk ook aan dit gedeelte. Wat we doen, proberen we zoveel mogelijk natuurlijk op ambachtelijke manier te doen. We hebben hier een smid. We hebben een timmerploeg. Als we schragen nodig hebben voor op de zagen, worden die gemaakt zoals men destijds in 1650 ook deed. Het heeft waardes in allerlei opzichten. We stimuleren mensen via het RIMO in maatschappelijk opzicht weer geschikt te worden voor de arbeidsmarkt. Aan de andere kant werken we hier ook met een zeker 50 vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten voor ons verrichten, waarvan ik er ook één ben. Dat is net die uitdaging, hè? Om op allerlei manieren vanuit allerlei invalshoeken weer iets van te maken. Om iets terug te geven aan de samenleving.